Dylan, hoe voelt dat? Tour de France, ritwinnaar. Speciaal, begin nu al een beetje te beseffen en dat is wel een heel mooi gevoel, ja. Je hebt het vrij snel daarna, er kwamen de emoties los. Je hebt het veel gehad over, toen kwam naar voren de kritiek die jullie hebben gehad, die jij misschien hebt gehad. Is dit een last van je schouders geweest, deze overwinning? Ja, ik ben 24 jaar, dus nog niks moet per se. Maar het is nooit leuk om zoveel kritiek te krijgen, zeker nu op deze leeftijd. En nu dan antwoord je eigenlijk met de benen door te winnen en dat is dan wel een lekker gevoel, ja. Kun je vertellen wat voor kritiek je eigenlijk krijgt? Ja, dat ik niet goed genoeg zou zijn en dat ik het niet op hetzelfde niveau zou kunnen. En dat, ik denk als je op de Slams die de zee wint, dan kunnen er niet heel veel zeggen. En ik kan het nu wel zeggen. En dus daar snoei je wel iedereen om mee. En voor die zege op de Champs-Élysées, vond jij die kritiek terecht? Ja, af en toe ging het niet helemaal goed, hè, zoals we wouden. Of het allemaal terecht is, mensen mogen kritiek geven, daar is niks mis mee, maar echt afzeikend, dat vind ik niet helemaal oké, maar het was niet altijd even goed. We deden ons best, maar het kwam er niet altijd uit, maar nu met die overwinning is het wel mooi. Waar ik zelf nog wel benieuwd naar was, is hoe belangrijk was Robert Wagner in die laatste 2 kilometer, zeg maar? Ja, die kreeg ook heel veel kritiek, hè. En die, ook op de Champs-Élysées was hij constant bij me en hij heeft me eigenlijk perfect afgezet. En ik moest alleen nog sprinten en dat heb ik gedaan. En dat was Wacky Day een hele goede kopbeurt en daar heb ik mijn overwinning mee kunnen verdienen. Je valt hem ook in de armen, hè. Is dat meer dan alleen collega's? Zijn jullie echt vrienden? Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Je moet elkaar 100% vertrouwen, dus er komt ook wel een vriendschap uit. We kregen beide wel wat over ons heen en dan op de Champs-Élysées lukt het wel. En dan ben je beide wel emotioneel en dan ben je heel blij dat het toch nog lukt op de laatste dag. Je mag nu gaan starten in de Bing Bang Tour voor eigen publiek. Dat zou ook leuk kunnen zijn. Kan het moeilijk voor je zijn om je nu weer op te laden om weer tegen topsprinters te gaan strijden? Nee, zeker niet. Ik heb er gewoon zin in. En die overwinning op de Champs-Élysées heeft me heel veel motivatie gegeven. En dat, daar ben ik alleen nog maar meer gemotiveerd door. Dus dat gaat geen probleem zijn. Dankjewel.